Dus het was een mooi voorgerecht, lekker zalm. Nu moment suprême, wat ga je maken voor het hoofdgerecht? Ik ga op de uitgebakken eendenborst maken. Met wat groene groenten, wat rode bietzoetzuur, wat gebraiseerde aardappeltje, gekonfijte eendenpoot en saus van 5 spices. Ik heb één probleem, Koen. Waarom? Ik heb geen eendenborst. Nou, je eendenborst is in. Zo goed? Nou, top. Helemaal super, daar kan ik wel wat mee. Mooi. Maar ik mis nog één ding. Wat nou weer? Popcorn. Without exception, I knew, but I never took it. You know why? It was too damn hard. Now here's Charlie. He's come to the court, and he has chosen a path. It's the right path. Klein beetje olie erin. Eerst heb ik mijn mes aan. Ze snijden we erin. Ja, de ene wordt zo mooi gebakken. Dan gaat hij ongeveer 3 minuutjes in de oven. Mooi gaan glimmen. En hier zijn ze gewoon heel mooi groen. Klein beetje saus eroverheen. Kijk, dat zijn de bloemetjes opwarmers. Voor man en voor vrouw. Warm en functioneel. Voor binnen en voor buiten. Binnen buiten is kut. Koop je nu. Nee, ik focus me echt op dit restaurant. En misschien kunnen we ooit in de toekomst uitbreiden. Want hierboven woont iemand en hiernaast zit nog een winkel. Ja. Dus wie weet kunnen we dat in de toekomst uitbreiden. Maar dat zou, daar denk ik echt dat het daarbij blijft. Want ik ben niet begonnen om rijk te worden. Ik wil niet, dat is de fout van veel ondernemers. Dat ze, ja, dat ze ja, meer, wel, steeds ja. meer willen verdienen, steeds meer willen verdienen. Maar ja, dan openen ze een tweede restaurant en dat loopt niet. En dan financiert het ene restaurant het andere restaurant. Ja. En dat gaat dan uiteindelijk failliet. Ik denk gewoon, als je echt een droom hebt, dat je gewoon kan waarmaken. Ik bedoel, je moet gewoon streven. En inderdaad niet... Niet alleen maar de leuke dingen in het leven zien, maar ook als je iets wil bereiken, dan moet je er ook hard voor werken. En dan moet je er ook gewoon je best voor doen natuurlijk. En wat ik heb gedaan is gewoon een goed ondernemingsplan geschreven. En we moeten gewoon ook in deze tijd moet je gewoon durven. Ik bedoel, als jij gelooft in jezelf, dan kan je een hoop bereiken natuurlijk. Ik geloof in mijn producten en ik geloof in Straalzanden. Dus dit is gewoon mijn droom natuurlijk, mijn passie. Overigens, super jongen. Wat ga je maken als dessert? Voor jullie ga ik een dessert maken, dus een warm chocoladetaartje, oftewel een warm chocolademoulot met banaan, bloedsinaasappel en wat espuma van Baileys, oftewel schuim van Baileys. Koen, ga je doen!
keep a whole bone in rack. I can remember well, remember back what my mother said. Remember back what my mother said. Keep a whole bone in rack. Remember back what my mother said. It's a word that my mother said. Dit was Koen voor Noobs, Noobie TV. Justin, bedankt voor alles, jongen. Je bent een held. Smaakt onwijs goed. Dit was de eerste aflevering. De volgende keer.